Leuk dat je kijkt naar deze video over GeoGebra. In deze video wil ik met jullie een projectje bouwen zoals hiervoor weergegeven. Het is een interactief plaatje dat laat zien dat de oppervlakte van driehoek ABC gelijk is aan de helft van de basis maal de hoogte, omdat het de helft is van het parallelogram ABDC. Waarbij geldt dat de oppervlakte ABDC gelijk is aan de oppervlakte van FEDC. Omdat je dit driehoekje kunt afknippen en hieronder erbij kunt plakken. Zoals gezegd is het een interactief plaatje. Want op het moment dat ik punt C aanklik en met mijn muis beweeg, dan zullen de waarden van de oppervlakte veranderen naarmate ik C hoger plaats. En zoals je ziet, dat kan laten zien, maakt de locatie van punt C niet uit, zolang de hoogte maar gelijk blijft. Goed, laten we starten. Ik pak er even een nieuw venster van GeoGebra bij. En ik wil graag wat andere vensters dan deze, want ik ben niet zo blij met dit tekenvenster. Daarvoor ga ik naar de schermindelingen, kies ik het basistekenvenster. Die geeft me opties voor zowel de assen als de rasters. En ik kan hier links weer het algebra venster erbij zetten, wat ik prettig vind omdat het hier alle objecten bijhoudt die ik ga aanmaken. Laten we beginnen met het maken van driehoek. Ik pak daarvoor een eerste punt, punt A, en ik trek daar een hulplijn doorheen en wel een evenwijdige rechte, zodat ik ervoor kan zorgen dat dadelijk het lijnstuk AB parallel loopt aan de x-as en we zo de driehoek recht in beeld kunnen krijgen. Nou, met die lijn ga ik nu een volgend punt aanmaken, en wel punt B. En tot slot maken we ook nog punt C. Met deze drie punten kunnen we nu een veelhoek maken, namelijk de driehoek. Ik start op punt A, ga naar punt B, naar C en terug weer naar A. Want dan, inderdaad, dan hebben we het object pas af. En we hebben de driehoek. Nu willen we deze driehoek 180 graden draaien over het middelpunt van B en C, zodat die het parallelogram gaat vormen. Nou, daarvoor ga ik eerst het middelpunt pakken van BC. Dat doe ik met midden of middelpunt. Aanklikken van de lijn. En nu kan ik door dat punt met behulp van rotatie het object spiegelen. Ik kies het object. Ik kies het punt. En ik geef aan dat ik 180 graden wil draaien. En zo hebben we een parallelogram. Hebben we verder in de tekening hebben we nog twee loodlijnen nodig uit de bovenste hoekpunten. Dus die gaan we maken met een loodlijn. Vanuit punt C naar beneden door lijn AB. En vanuit punt A1 naar beneden ook weer door de lijn doorlopend over AB. En zo hebben we alle lijnen al. Nu gaan we nog wat vlakken maken, zodat ik die kan gebruiken dadelijk in de formules. Ik wil een vlak maken van het parallelogram, zodat ik daar de oppervlakte van kan zien. En als ik die gemaakt heb, dan zie ik dat hier een nieuw vierhoek is verschenen. Dat is die parallelogram. Dat heet veelhoek 2 en heeft hier de oppervlakte. En dat is fijn, want die kan ik daar gebruiken in de tekst. Wil ik datzelfde ook voor deze doen. Maar daarvoor moet ik nog twee punten aanmaken. Namelijk het snijpunt van deze twee lijnen en het snijpunt van deze twee lijnen. Dat ga ik doen met snijpunten van twee objecten. Boven de twee snijlijnen. Klik. En ook hier. Klik. En nu kan ik over deze punten mijn laatste vlak maken. Ik pak hiervoor de veelhoek. Start een E,
F, A, C, terug naar E. En zo heb ik al mijn vlakken gemaakt. Nou, nu hebben we ook heel veel hulplijnen en dergelijke die we allemaal niet hoeven te zien. Dus daarom ga ik wat dingen verbergen en dan kom ik ook meteen te zien of ik daardoor nog lijntjes extra moet maken. Nou, ik wil alle rechte lijnen, dus niet lijnstukken, maar echt lijnen, dat zijn die, die en die, wil ik allemaal verbergen. Nou, dat zijn alle rechters. Dus die kan ik hier aanklikken. Vervolgens wil ik ook dat ik deze twee vlakken niet meer ingekleurd zie. Dus ik ga ook die vlakken weg. En dan hou ik alleen deze twee over. En nu zie ik dat je wat lijnen mist. Want ik wilde hier een lijn hebben. En ik wilde hier ook twee lijnen hebben. Dus dat gaan we oplossen. Ik ga voor hier, maak ik mezelf makkelijk door een driehoek te tekenen. Ik pak een veelhoek. 1, 2, 3. En weer terug. En voor deze maak ik een lijnstuk. En die selecteer ik hier. Lijnstuk tussen twee punten. Ik begin hier. En ik ga daar naartoe. En eigenlijk hebben we nu het plaatje gemaakt zoals we hem wilden hebben. Alleen moeten we nog wat kleurtjes veranderen en letters. Nou, dat gaan we doen. Ik selecteer het eerste driehoek weer. Oh, dat gaat niet goed. Met Ctrl-Z maak ik dat ongedaan. Ik pak even mijn selectieknop. Selecteer het driehoek. Pak de rechtermuisklik. En ga naar eigenschappen. Ik vind de kleur rood prima, maar ik wil hem wat donkerder hebben. Zo. Dan wil ik naar het volgende driehoek. En dan kan ik hier gewoon in de eigenschappenvenster blijven. Namelijk veelhoek 1, 1. De gespiegelde veelhoek. Die wil ik graag in het groen. En dan stond de laatste veelhoek die ik heb gemaakt, dat is deze driehoek. Die wil ik in het grijs hebben. Zo. En dan kunnen we dit weer sluiten. En nou heb ik hier de lijn nog niet. Die wil ik gaan tekenen. Lijnstuk van B naar E. Rechter muisklik. En ik wil met eigenschappen daar de eigenschap van veranderen. Namelijk de lijn moet niet solide zijn, maar gestippeld. Daarvoor ga ik naar de stijl. En kies bij lijnsoort stippellijn. Dan kan ik hier weer de eigenschap sluiten. Even een selector tool, dan legt u. Oké. Nu we dit allemaal hebben, gaan we de punten even schoonmaken en veranderen van naam zodat ze overeenstemmen met het plaatje. Nou, de A, de B en de C die kloppen, maar hier zitten nog letters overheen. Dus die gaan we weghalen. Dat is de gespiegelde C en de gespiegelde B. Punt A1 moet blijven, maar die moet dadelijk D gaan heten. Nou, deze heet nu nog D, dus dat is niet handig. Dus ik ga eerst deze hernoemen. Dat kan ik door erop te gaan staan en te kiezen met rechtermuisklik dan naam wijzigen. En ik noem deze even het gemak Z. Nou, omdat ik hem ook niet meer hoef te zien, ga ik met rechtermuisklik klikken op object tonen, zodat hij weer verdwijnt. En nu kan ik deze letter aanpassen. Naam wijzigen en dan de letter D. Oké. Nou, voor rest is ten opzichte van het plaatje is de F en de E omgedraaid. Maar dat vind ik voor nu even niet zo spannend. Kun je dat op dezelfde manier aanpassen. Dan hebben we wat tekst nodig bij de lijnen. Nou, dit lijnstuk, die moet heten de hoogte. En ik wil ook de waarde ervan zien. Dus ik ga naar de eigenschappen weer. En ik ga bij de basis. Typ ik als naam in hoogte. En bij label tonen kies ik voor de optie naam en waarde. Nou staat hij nog een beetje in het midden. Dus ik kies hem, klik hem aan en schuif hem. Dan ga ik hierboven. Ik zie dat ik hier lijnstuk C heb gehighlight. Die wil ik aanpassen. Nou, nu ik weet dat het lijnstuk C is,
kan ik hier rechtermuishoek C eigenschappen en de naam veranderen. Nou, deze noemen we basis. En bij label tonen zeggen we neem de naam en de waarde. Oké. En nu hebben we eigenlijk de tekening helemaal af en hoeven we alleen nog maar de tekst hierboven te maken. Even controleren. Dit is het plaatje en nu gaan we de tekst maken. Daarvoor pak ik de optie tekst invoegen. En ik geef aan dat ik hier met de tekst wil beginnen met een muisklik. Even venster naar boven schuiven zodat we ook het plaatje nog kunnen zien. En dan kunnen we gaan typen. Wat ik op de eerste regel wil zeggen is dat het trapezium even groot is als de rechthoek. En dat het daarom gelijk is aan de basis van de rechthoek EF maal. En het maalteken, dat is een punt. Die pakken we bij symbolen, tekens, punt, spatie. En dat de hoogte is in dit geval DF. En dat is dan gelijk aan de basis. Nou, dan pak ik even het lijnstuk basis voor. Maal de hoogte. Dan pakken we hoogte voor. En dat is gelijk aan de oppervlakte van A, B, C, D. En dan is veelhoek 2. En zo zie je dat ik vaste tekst heb kunnen combineren met de waardes van verschillende objecten. En hier in het voorbeeld zie je ook al de eerste regel. A, B, C, D is EFTC is gelijk aan EF maal DF is 10 keer 5.26 is 52.6. En zo kunnen we ook de volgende regels typen. Nu kan ik zeggen dat A, B, C, D gelijk is aan de basis maal, pakken we de punt, die zit hier nog als laatste gebruikte symbool, maal de hoogte is gelijk aan de waarde van de basis, kies basis, spatie, maal, spatie, de hoogte. En die is weer gelijk aan het veelhoek 2. En dan gaan we nu naar de regels voor de driehoek. Dan zeggen we A, B, C is gelijk aan de helft maal de oppervlakte van het parallelogram. A, B, C, D. En dat is gelijk aan de helft. De helft. Maal veelhoek, pak de veelhoek er weer bij, is gelijk aan, en we pakken in dit geval de oppervlakte van een driehoek. Dan kunnen we ook nog zeggen, ABC is dus gelijk aan de helft, maal de basis, maal de hoogte. Is een half maal de waarde van basis maal de hoogte is gelijk aan de waarde van veelhoek 1. En tot slot heb ik nog geschreven dat driehoek ACF of ACE gelijk is aan BDF, zodat je hem als het ware kunt uitknippen en kunt verplaatsen voor de rechthoek te maken. Dus ik pak even een bol voor de driehoek. Driehoek ABC is gelijk aan driehoek. Oh, pardon, dat is niet de goede letters. Even op blijven letten. AEC is gelijk aan driehoek BFD. Oké.
Dan hebben we hier de tekst. Nou, die is nog een beetje klein. Dus die gaan we even wat met eigenschappen veranderen. Ik ga naar tekst. En ik zeg, doe maar medium groot. En maak het ook maar vet. Sluiten. Nou, dat is de locatie, vind ik nog een beetje. Ik wil wat meer naar beneden hebben. Om zo boven C. En dan zijn we er bijna. Want ik wil nu nog wel controleren dat ik eigenlijk alleen maar C mag aanpassen. En als ik even controleer, ik kan nu deze nog aanpassen. Dat wil ik niet. Even deze terugzetten. Ik kan deze nog aanpassen. Nou, dat mag gelijk wel. Dus ik ga even van deze zeggen. Deze moet stil blijven staan. Dus ik ga naar eigenschappen. Ik zeg fixeer A. Dan sluiten we. En nu kunnen we A niet meer bewegen. P nog wel. E kunnen we al niet bewegen. Want dan wordt het, is geen loodlijn meer. F kunnen we niet bewegen. Dat is ook een loodlijn. Uit D dan zou het geen loodlijn zijn. Dus ik kan nu nog B bewegen. Nou, die kan ik niet omhoog en omlaag doen. Want hij moet liggen op de lijn. Evenwijdig aan de x-as die we hadden getekend als hulplijn. En ik kan C bewegen in elke beweging. Dat is wat ik wil. En het enige wat ik nu nog wil doen is de punten die ik niet kan aanraken, wil ik wat kleiner maken. En ik wil de C en de B wat duidelijk maken, zodat je intuïtief de goede punten opzoekt. Nou, daarvoor ga ik naar eigenschappen weer. En ik kan nu in het lijstje alle punten tegelijk selecteren. Punt. En dan zeg ik bij stijl, maak ze allemaal maar even klein. En qua kleur zeg ik, hou ze maar allemaal op zwart. Nou, dan heb ik ze voor allemaal aangepast. Maar ik wilde C en B, wil ik anders hebben. Dus ik maak nu A open. Ik ga naar B. En van B zeg ik nee. Deze wil ik op 3. En de kleur wil ik rood. En bij C wil ik hetzelfde. Kleur rood. Hetzelfde als ik die heb gebruikt. En bij stijl weer 3. En dan kunnen we sluiten. Nou, heb ik nog de assen openstaan. En de rasters, die hoef ik ook niet meer te zien. Dus die haal ik weg. En die haal ik weg. En ook het algebra venster hebben we niet meer nodig. Dus die halen we weg. En voilà, we zijn klaar. C kan ik bewegen. En B kan ik bewegen. En daarmee veranderen de basis en de hoogte. En dat bepaalt de oppervlakte van ABC. En maakt het niet uit waar ik C heb. Zolang die op dezelfde hoogte is, blijft de oppervlakte gelijk. Nou, tot de volgende keer.